Logistiekbedrijf HS'er stelt 3650 medewerkers in 32 vestigingen in 10 landen in Oost- en West-Europa. 2 jaar geleden werd onder andere Hessenatie overgenomen, vorig jaar KDL Trans. Door de continue uitbreiding wordt IT natuurlijk geconfronteerd met verschillende uitdagingen. Een van de uitdagingen is de schaalbaarheid en zorgen dat alles op één lijn blijft binnen de verschillende vestigingen. Om de samenwerking tussen de verschillende HSS-vestigingen te ondersteunen, koos de groep voor Windows Server. Een flexibel platform dat inspeelt op de dagelijkse behoeften van een groeiend bedrijf. Binnen een veilige en gecontroleerde omgeving willen we moderne technologieën toepassen. Hierdoor willen we eigenlijk de fysieke afstanden tussen de vestigingen laten verdwijnen. De productiviteit wordt aanzienlijk verhoogd omdat we op een eenvoudige manier mensen toegang kunnen verschaffen tot alle data en documenten op gelijk welk moment. Om alles eigenlijk op een kostefficiënte manier te implementeren, wordt er gebruik gemaakt van het Hyper-V-systeem om de Windows-servers te virtualiseren. Het voordeel hierbij is dat je minder hardware nodig hebt om dezelfde aantal servers te gaan monitoren en beheren. Mogelijke problemen kunnen gedetecteerd worden nog voordat de medewerkers er last van hebben. Ook updates en dergelijke kunnen gebeuren zonder dat de activiteiten bij HS'ers moeten onderbroken worden. Via de System Center Service Manager kan HS'ers ook de dienstverlening aan interne en externe klanten verbeteren. We gebruiken System Center Service Manager als een helpdesk tool, waar dat interne als externe klanten hun vragen kwijt kunnen, zowel qua functionaliteit als qua technische ondersteuning. Doordat we dit op een transparante manier doen, kunnen we ook op een objectieve manier ons kwaliteitsniveau van dienstverlening meten en bijsturen indien nodig. SharePoint zorgt ervoor dat documenten in verschillende vestigingen kunnen uitgewisseld worden. Daarnaast gebruikt HS'ers SharePoint om informatie binnen het bedrijf te verspreiden via het intranet. Die data zijn uiteraard sterk beveiligd en de mensen van HS'ers kunnen ten alle tijde bepalen wie toegang heeft tot welke data. Transport en logistiek vergt veel administratie. Via SharePoint wordt het documentenbeheer vereenvoudigd. De Windows Server en de bijbehorende software zorgen ervoor dat er een betere integratie is tussen de verschillende vestigingen van HS'ers. Dit zorgt er ook voor dat er een betere samenwerking is tussen de medewerker. De investering in IT is beperkt en daardoor kunnen de mensen van HS'ers zich bezighouden met hun core business.